De challenge. Dinsdag krijgt Michael Joosens een opdracht, een challenge. Ik dacht, ik kies deze keer eens iets voor jou dat ook gewoon voor jouw gezondheid positief is. Heel lief van jou. Iets maatschappelijks relevant ook. Ook belangrijk. Want nu vrijdag 1 februari start Tournee Mineral. Juist. Een maand lang gaan veel mensen geen alcohol drinken. En je hoort me al aankomen, hè. Jouw opdracht deze week is gewoon, doe mee, drink een maand lang geen alcohol. Oké. Gaat lukken, denk ik. Ik ben sowieso geen drinker. Of toch zo, ik ben zo'n gelegenheidsdrinker. Oké. In het weekend, bij familiefeest, een glaasje wijn of voor de rest, ça va wel. Oké. Gaat lukken. En stel dat er momenten zijn waarop je het moeilijk krijgt, dan denk ik dat Tom Evenepoel ons duidelijk kan maken waarom het toch goed is om verder te gaan om door te bijten. Goedemorgen, dag Tom. Hey, goedemorgen. Je bent coördinator van de Druglijn. Je zit mee in het Tournee Mineral organisatieteam, zeg maar. Mm-hmm. Ja, een maand lang geen alcohol lijkt me niet zo evident. Wat gaat Michael ondervinden na een maand? Alleen maar voordelen, denk ik. Het is belangrijk om er met een positieve ingesteldheid aan te beginnen. En de meeste mensen lukt het ook wel. En de meeste mensen ondervinden echt wel positieve effecten. Oké. Op je gezondheid, vermoed ik. Heeft het ook geen invloed op je sociaal leven bijvoorbeeld? Alcohol is heel erg sociaal aanvaard, hè, toch? Mm. Dat is zo. En dat is vaak een grote uitdaging. Voor veel mensen is het weekend bijvoorbeeld een serieuze hinderpaal. Dat is een beetje een bijkomend ding van naast het feit dat je merkt van ik voel me frisser, ik zit beter in mijn vel. Ik heb een helderder hoofd en zo, merk ook wel dat het eigenlijk alomtegenwoordig is, hè, die alcohol. Mm-hmm. Maar goed, als Michael zich inschrijft, dan gaan wij hem bestoken met nieuwsbrieven met tal van tips. En dan gaat hij dat zeker tot een goed einde brengen. Dat is lief, dankjewel. Ja, waarom is het dan zo belangrijk, Tom, om mee te doen? Wel, we willen er een beetje mee sensibiliseren. Hè, van enerzijds mensen laten ervaren dat het echt wel deugd doet om zo eens een pauze in te lassen. Om je lichaam echt zo eens een break te geven. En sommige mensen denken dan van ja, een maand is dat wel lang genoeg. Maar wij horen van de meeste deelnemers dat echt wel na een paar weken wel duidelijk wordt dat je er echt wel profijt aan hebt. Mm-hmm. En anderzijds ook om wat ik daarnet zei, zo'n beetje de ogen toe opengaan van ja, hoe gaan we eigenlijk allemaal samen met alcohol om? Hoe vaak krijgen we geen glas aangeboden? Hoe vaak zien we die andere mensen drinken of zien we reclame of wat dan ook? En ja, hoe normaal moet dat eigenlijk ook allemaal zijn? Ja, ik ga het hier van dichtbij kunnen meemaken, Tom. Ik ga Michael zien hoe hij niet drinkt. De derde editie van Tournee Mineral. Je kan elkaar ook nu in teams uitdagen, hè? Dus voilà, ik heb Michael uitgedaagd. Voilà, laat ons gewoon meteen een team maken, Team Energy Ochtendshow. En je kan je ook inschrijven, hè? Toch? Ja, goed idee. Ik heb nu wel bedenking dat het makkelijk is om Michael uit te dagen, maar ik hoor het team, dat is een heel goed idee, want die teams die werken heel goed. Maar misschien dat je zelf toch ook mee kan inschrijven. Goed idee. Word ik hier officieel uitgedaagd door Tom Evenepoel, de coördinator van de Druglijn? Ja, dat ligt wel wat druk op de schouders. Is dat hier aan het gebeuren, jongens? Het is een primeur. We gaan voor het eerst samen een challenge uitvoeren. Dankjewel, Tom, om aan mezelf te denken, maar ook het alcoholgehalte van Kimi. Misschien dat er ook wel luisteraars willen bij aansluiten. Het team van Energy op zak zeggen. Hè? Laat ons bij deze nu al het team Ochtendshow Energy team opstarten. Wij zijn de twee trekkers, Kim en ik. Oké, het is goed. Please join the team en ga een gezonde maand in. Je hebt me overtuigd met alles wat je net verteld hebt. Het is goed, ik doe mee. Het is goed. Oké, moest het nodig zijn, dan weten jullie mij te vinden. Ik kom hier als een boemerang terug in mijn gezicht. Bedankt, Tom. Komt helemaal goed. Succes jij ook, hè, met de challenge van Tournee Mineral. En hopelijk gaan veel mensen zich inschrijven. Oké, we maken een team aan Energy. We doen gewoon allemaal mee. Voilà, jij daar ook, in de auto, op het werk of thuis. Schrijf je in. We gaan zo meteen een groepje maken en dan kan je joinen. Goed, Tom, salut, hè. Merci, bedankt, hè.